toen wist ik pas echt wie er echt voor me klaar stond. Omdat ik gewoon zoveel, ik heb zoveel lieve berichten van iedereen gehad. Ik had een foto geplaatst met mijn vader op mijn Instagram pagina. Niet omdat ik aandacht wilde of zo, maar meer omdat ik dan niet de hele tijd het verhaal aan iemand hoefde uit te leggen. En ik heb echt honderden reacties gehad en ik vond dat allemaal zo lief. En ik voelde echt met de warmte van mensen om me heen. Het is heel warm. Ja, ik hou het wel met de microfoon, dus. Zo. Oh, je gaat we kijken elkaar gewoon aan. Ja, ja. En dan gaan we lekker lepelen zo. En dan mag je gewoon lekker zitten zoals je wil zitten. Oké. Okay, ja. Niet zo'n heel lang gesprek te zijn. Dus ik weet alleen niet zo goed. Het is zo anders. Het is. Ja, en dan mag je. Hallo, kijk mijn nieuwe podcast. En nu wil je een gesprek met zonder muziekjes waarschijnlijk. Ik weet nog niet muziekjes ga editen. Ja, het is zo. Ik vind het ook een rare setting hoor. Ik vind het ook wel een rare setting. Het is zo niet podcast dit. Nee. Nou, jullie zien het nu ook niet, maar die camera die staat echt misschien een halve meter van me af. Het is lekker close. Ja, ja. Ik begin gewoon, hallo, je kijkt naar een nieuwe podcast. En ik ben hier met Pauline. Ah, rotbeesten. Wat vinden we ervan? Van meeuwen. Ja. Nou, bedreigde diersoort, hè? Oh ja. Nou, dan moet ik eens keer uitzoeken waarom dat is. Hé, ik zit hier met Pauline. En we zijn hier in gesprek met Pauline. Ja. Eigenlijk heb ik jou uitgenodigd allereerst omdat jij vorige week je tweede item had op podcast. En je hebt zoveel haat gekregen. Ja, is het veel haat? Wat? Nou ja, ik heb van persoonlijk heb ik echt heel veel leuke berichten gehoord. En eigenlijk meer dan de haters. Maar ja, je gaat natuurlijk niet persoonlijk haat gooien. En je zegt eerder persoonlijk een compliment dan haat. Dus ik denk dat wel, ja, ik weet niet. Ik denk dat het een beetje even was eigenlijk. Wat doet dat met je, die haat? Nou, aan het begin vond ik het wel heel erg lastig wel, ja. Maar nu denk ik een beetje van, ja, weet je. Het is ook, ik denk ook heel erg dat het een beetje is omdat ik de eerste vrouw ben op podcast. Dat het ook echt wel een rol speelt. Ja, wat nog meer? Heb je zelf een beetje jezelf terug kunnen kijken waar je denkt van, hé, dit had ik even anders moeten doen. Of dit is waar het vandaan komt. Of. Ja, voor Politicat heb je gewoon echt een duo nodig. En dat hadden we die video niet. Hopelijk de volgende video weer wel, maar het was wel nodig. Dus ik denk, ik moet gewoon intellectueel blijven, niet grappig en dan komt het wel goed. Ja, dan stonden de reacties van de gekke feminist. Ben je feminist? Ik denk dat ik wel. Ik denk dat ik wel richting de feministische kant neig. Ja. Leg dat eens uit, waarom? Nou, ik denk dat. Ik vind soms. Het is niet dat ik zo ultra-feministisch ben dat ik dan denk van, oh, dit nummer, daar worden vrouwen dan een beetje eigenlijk gebruikt. Dus dan wil ik niet meer dit nummer luisteren. Maar ik denk wel dat. Ik vind. Eerlijk als vrouwen en mannen gelijk worden behandeld in sommige dingen als werk en hier dat ik presentator ben. Dat ik dan ook gewoon, ik ben een vrouw, maar ik kan wel net zo goed presentator zijn. Toch? Ja, ik ben het met je eens. Ja, want de kijkers zijn wel 90% van onze kijkers zijn mannen. Ja, nee, dat merk ik. Dat merk ik, zeker, ja. Ja, jij kan het wel goed met jongens vinden. Jij begeeft je heel veel onder de jongens en zo. Klinkt heel raar, maar hoe komt dat? Ik weet niet. Ik denk, soms heb ik gewoon heel weinig zin. Het klinkt heel stom voor meiden die hier naar kijken. Maar soms dan kunnen sommige meiden echt zoveel gezeur met hun meebrengen. En ik zeg niet dat ik dat zelf nooit heb gedaan of zo. Dat ik niet ergens om ging zeiken wat eigenlijk niet nodig was. Maar ik denk, ja, ik denk wel dat ik het fijner vind om met jongens te chillen. Omdat het gewoon makkelijker is. Dan stuur je een appje even naar iemand, weet je wel. Van, hey, kun je nu chillen? En dan is het, ja, is goed. En dan is het gewoon gezellig. Ja, en bij de meiden, hoe gaat het daar? Ja, wel. Ik heb natuurlijk ook gewoon genoeg vrouwelijke vrienden, maar. Vriendinnen. Vriendinnen, ja. Hoe populair ben je op school? Oh, podcast heeft me echt een boost. Nee, nee, ik weet niet. Ik kijk daar helemaal niet naar. Ik vind het ook heel onbelangrijk. Ik ben met de mensen waarmee ik wil zijn op school. En in ja, maar je kan. Het is gewoon zo. Je hebt de populaire, niet populaire, ergens tussenin. Als je nou met de helikopter omhoog kijkt, je kijkt naar jezelf en je kijkt een beetje hoe de jongeren jou zien, wat denk je dan? Nou, ik denk ergens ertussenin. Ik denk niet dat ik populair ben, dat hoef ik ook helemaal niet te zijn. Ik denk ook niet dat ik een echte outcast ben, maar dat ik een beetje ertussenin zit. Wordt op jouw school gepest? Ja, denk ik het wel. Ja, ja, ik zelf merk het niet heel erg. Ik hou me er niet mee bezig, maar ik weet zeker dat het wel gebeurt, ja. Ik denk dat het overal zo is. Waar jongeren zijn, wordt gepest. Ja, ook waar ouderen zijn ook. Ja. Hey, ik vraag aan alle gasten of zij een plek willen uitzoeken waar wij de video opnemen. Oh, ja. En de plaats bepaalt ook een beetje het hoofdonderwerp. Waar zijn we? We zijn in de tuin van mijn vaders huis. En ik heb die plek gekozen omdat het toch voor mij een hele
emotionele plek is, maar ook goed en slecht eigenlijk. Ik heb hier heel veel verdrietige dingen meegemaakt, maar ook heel veel mooie dingen. En daarom vond ik het mooi om hier te zitten. Zullen we eens met de mooie dingen beginnen? Wat voor mooie dingen heb je hier meegemaakt? Ik ben hier geboren, getogen. Ik heb hier tot mijn dertiende wel echt vol geleefd. Het is trouwens wel een heel mooi huis. Ja, ik vind het ook echt een prachtig huis. Ik heb hier altijd, de buren zijn geweldig. Het is echt, ik heb altijd kunnen spelen met de kinderen hier. Dus dat is gewoon prettig. Het is een goede leefomgeving, zeker. Ja. Kan je een herinnering ophalen waar je echt wel denkt van, nou, daar speelt het huis een rol in? Ja, ik weet nog wel dat ik... we hebben hierachter een soort podiumpje inderdaad. En daar hadden we dan wel eens talentshows toen ik echt 6 was of zo, weet je. En het was zo, ik vond het zo grappig. En ja, of al die keren dat ik dan hier ging lunchen met mijn vader in de tuin, dat ik dan karnemelk moest drinken. En terwijl ik vind karnemelk heel vies, maar hij vindt het heel lekker. En dan zegt hij, drink je karnemelk op? En dan zeg ik, ja, maar ik wil mijn karnemelk niet opdrinken. Ik wil gewoon buiten spelen. En dan ja, deed ik het uiteindelijk toch gewoon. Dus. Was het een periode van leuke dingen? Of was het af en aan? Of we hebben het over periodes van leuke dingen en niet leuke dingen? Weet niet. Ik vind het wel lastig om te zeggen. Ik denk dat er verschillen zijn in leuke dingen. Dus dat ik mijn ouders zijn gescheiden op mijn 8e. En toen had ik natuurlijk wel het eindje dat ik het niet zo fijn vond. Maar ik denk dat ik toen voor mijn 8e had ik het heel leuk met het hele gezin. En na mijn 8e had ik het hier heel leuk met mijn vader. Oké, dus dit huis, de scheiding bracht niet dit huis in een andere licht, om zo te zeggen? Nee. Nee, niet echt. Ik vond het heel lastig aan het begin, maar daarna is het gewoon papa's huis geworden. Nou, hoe kijk je, bent nu 15. Hoe kijk je aan tegen het feit dat je ouders gescheiden zijn? Dan hoef je niet persoonlijk over jouw ouders gescheiden zijn, maar wat heeft het met jou gedaan? Ik vond het heel lastig aan het begin, want ik dacht van nee, mijn ouders die doen zoiets niet. En sowieso, ja, ik vind het heel... ik kijk nu best wel met een andere blik naar gezinstichten later. Hoe dan? Nou, ik heb meer een beetje een blik van, het trouwen hoeft van mij niet. Ik vind het heel mooi, maar het hoeft van mij niet zozeer of zo. En kinderen weet ik ook eigenlijk niet of ik daar wel zin in heb later. Dus het klinkt heel puberig om nu te zeggen natuurlijk. Maar ja, ik ben er gewoon heel veel makkelijker in geworden. Er zijn heel veel mensen om me heen nog steeds die eigenlijk zeggen, ja, als ik een beetje in de 20 ben, dan wil ik wel een man hebben gevonden. En dan wil ik wel trouwen. En dan wil ik voor mijn 30ste kinderen. En ik 20? Ja, dat is toch katteks of niet soms? Ja, zeker heel katteks. Ja, ja, niet in de 20. Dus weet je, een beetje dat je voor je 30ste ongeveer wel man, huiskinderen ongeveer hebt. En ik zit nog van, ik wil gaan reizen. En ik kijk of ik iemand tegenkom en wie ik tegenkom. En ik maak eerst mijn studie af. Ik zorg eerst voor een goede baan. En dan kijk ik wel wat er gebeurt. Heel stads eigenlijk. Ja, klopt. Ik ben ook heel stads opgevoed eigenlijk. Heb jij het idee dat je dingen gemist hebt in je opvoeding of in je basis van je opvoeding, doordat je vanaf je 8e dus gescheiden ouders had? Niet zozeer. Het enige waar ik dan zo snel kan aan denken, dat is gewoon één vaste thuisbasis. En ik vooral op de middelbare school merkte ik dat heel erg. Dat ik dan mijn boeken bij mijn vader lagen, maar ik eigenlijk bij mijn moeder was. Dus dan moest ik 's ochtends heel snel heen en weer fietsen. Dus dat miste ik dan wel. Maar dat heb ik, naarmate ik ouder werd, is dat wel verder gekomen. En toen ik om mijn vaders werk heen moesten we eigenlijk een schema bouwen. Dus toen was ik bijna elke dag ergens anders. En dat vond ik wel heel lastig. Maar... Ja. Uiteindelijk waarschijnlijk vaders, moeders, andere relaties. Hoe ga je daarmee om als kind? Ik vond het aan het begin lastig. Ik zei altijd, als mijn moeder een nieuwe vriend krijgt, dan ga ik zijn hagelslag vergiftigen. Ik was 9 of zo, of 8. Maar nee. Maar dan gaat het in mijn hoofd om. Ik weet nu wie de nieuwe vriend is. En dan hagelslag vergiftigen. Oeh. Ja, nee. Maar dat is sowieso... Ik vind mijn stiefvader, Jos, vind ik echt een hele aardige man. En ik ben blij dat hij mijn moeder zo gelukkig maakt. En ik accepteer hem zeker in de familie. En mijn hele stieffamilie trouwens. Oké, ja, je stiefvader is burgemeester van Haarlem. Ja. Eentje die heel Nederland momenteel wel kent, als je een beetje het nieuws volgt. Ja. Hoe is het om... dat klinkt zo raar eigenlijk, zo algemeen. Maar hoe is dat om dochter te zijn van? En het grappige is, ik zie ook nog reacties in de podcastvideo's van... Ja, je zal maar dochter zijn van. En denk ik, mensen weten het wel. Je had een reactie doorgestuurd van wanneer je voorgetrokken bent... omdat je het stiefdochtertje van bent. Ben je voorgetrokken? Nee. Ik weet niet, ben ik voorgetrokken? Nee, ik zie je ook los van Jos Wiener. Ja, ik zie mezelf ook los van hem.
En ik ben zeker, nee, ik vecht voor mijn rechten net zo hard als iedereen doet. Dus het is niet dat ik kan zeggen, oh ja, ik ben stiefdochter van die en die. Dus nu moet je me overal binnenlaten en moet ik alles krijgen. Dus... Heeft dat een nieuwe dimensie in je leven gebracht? Niet zozeer, nee. Nou ja, misschien, ik ben naar Haarlem verhuisd. Eigen keuze, vooral heel erg mijn eigen keuze. En mijn moeder, omdat mijn stiefvader daar dus heen moest voor zijn werk. En toen begon die keuze een beetje. En ik wilde wel echt een keertje naar de stad toe gaan. En ik denk dat dat wel verschil heeft gemaakt in mijn leven. Dat ik dan 1 jaar met hem heb gewoond. En met mijn moeder natuurlijk in Haarlem. Want Haarlem is totaal anders dan Katwijk. Ja, ja. Ja, ja. Hey, het is trouwens heel super warm hier. Ja, het is echt heel warm. Het is echt bloody hot. Ja, ik heb water daar staan. Dat maakt niet uit, maar mijn microfoonbatterij is ook leeg. Dus ik ga die even sowieso vervangen. Okay. En dan gaan we het laatste deeltje toe. Ja, dat is best wel kut dat mijn microfoon leeg is. Dat is, gebeurt alleen bij jou, hè? Zal ik water? Waar is mijn watertje? Links, bij je stoel. Ja. Oh. Hey. Hey, ga de, zeg eens wat. Hoi. Zeg maar. Hallo. Zo, ondertussen water gepakt. Het is echt maar een graadje of 30. Ja. We zitten in de volle bak zon. Ik denk wel meer dan 30 hoor. Ik denk al 35 bijna. Zit hier ook windloos. Het is wel echt een heerlijke tuin. Het is geweldig, ja. Ik ga het zeker ook missen, ja. Dat is een ezelsbrug. Je gaat het missen. Ja, ja. Wat, hoezo ga je het missen? Wat... gaat het weg? Ja, ja, nee, ik weet waar je op doelt. Mijn vader is overleden afgelopen december. En we hebben besloten dat we allemaal het huis niet gaan houden. Want ik ben 15. Ik ga niet nu zo'n huis op me nemen. Francine, nee, maar je hebt nog 2 zussen? Ja, Francine zit midden in de studie. En ja, weet je, we hebben gewoon besloten dat het beter is als we het achter ons laten. Ja, wat doet het met je als je hier rondloopt? Ja, heel veel emoties brengt het mee. Heel veel herinneringen waar ik normaal eigenlijk nooit echt zo erg bij stilsta. Maar elk hoekje van het huis, dat heeft hier voor mij gewoon wel een betekenis. Dus. Wat was jouw relatie met je vader? Nou ja, vader-dochter natuurlijk. Nee, ik had een hele goede relatie met mijn vader. Ik kon heel openhartig met hem praten over heel veel dingen. Ik mis hem ook zeker natuurlijk. En ja. Wat was er trouwens de frequentie dat je hier was? Ik bedoel, je ouders waren gescheiden. Hoe vaak was je hier? Hoe vaak was je bij je moeder? Nou, het was eerst eigenlijk gewoon 3 of 4 dagen bij mijn vader. Dan 3 of 4 dagen bij mijn moeder. Maar dan wel dat ik om de dag ongeveer er was. En daarna is het week op week afgegaan. Dus was ik 1 week bij mijn vader, 1 week bij mijn moeder. En toen ben ik verhuisd naar Haarlem. Toen was ik door de week bij mijn moeder, in het weekend bij mijn vader. En daarna, toen ik weer terug was verhuisd naar Katwijk, hadden we 3 maanden en dan weer 3 maanden. Beschrijf je vader eens. Wat was voor man? Mijn vader was best wel aan de oude kant al. Hij was 67 toen hij overleed. Ik ben echt het nakomertje. En hij was altijd heel erg gezellig. Echt een gezelligheidsman. Hij wilde helpen waar hij kon. Was vrijwilliger bij heel veel dingen. Bij het natuurcentrum in Katwijk was hij hoofdvrijwilliger. Bij het Noordzee Zomerfestival stond hij altijd achter de wijnbar. En als ik een appje stuurde, 's middags. Hey pap, zullen we vanavond uit eten gaan? Heb je er zin in? Ja, tuurlijk. Waar wil je heen? Reserveer maar een tafeltje. Ik hoor het wel. Nou, dat klinkt als een leuke vader-dochterrelatie. Ja, ja, zeker. Zeker. Ik kan het heel goed met hem vinden ook. Maar dan ben je 15 en dan onverwachts. Ja. Volgens mij was hij niet ziek. Hij was niet ziek, nee. Onverwachts wordt hij uit je leven getrokken. En nou, hoe ga je daarmee om? Lastig, heel lastig. Ja, ik weet ook zelf, het is zo, voor mij nog zo kort geleden. Ja, het is heel recent. Ja, ja, heel veel mensen denken, oh, december, dat is alweer 7 of 8 maanden geleden. Maar voor mij is dat heel recent nog. En ik weet zelf eigenlijk nog niet echt hoe ik het eigenlijk doe om het te verwerken. Maar heel veel met vrienden contact houden, heel veel met familie contact houden. Nadenken, stilstaan, maar ook ruimte voor afleiding. Ja, het was ook in, voor mij, ik weet het niet exact hoor, voor mij was het ook tijdens de feestdagen, ja, van december. Hoe beleef je die dagen op dat moment? Ik heb geen idee. Ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe je zoiets beleeft. Iedereen is bezig natuurlijk met kerst, met oud en nieuw, met familie en jij zit in een heel ander iets. Ja, nee, dat is, het klinkt heel raar misschien, maar ik... eerste kerstdag is mijn vader overleden. En ik ben die avond eigenlijk al meteen meegegaan met mijn zus en haar vriend naar hun familie.
Omdat ik gewoon afleiding nodig had. Ik kon er niet op dat moment zo erg bij stilstaan nog steeds. En tweede kerstdag ben ik gaan gourmetten bij goede vrienden van me, bij familie. En daar heb ik ook heel veel erg van genoten. En met oud en nieuw ben ik gewoon naar mijn eigen familie gegaan. En we hebben vooral de begrafenis was ook op oud en nieuw 's ochtends. Dus dat was wel heel lastig. Maar we hebben bewust wel eventjes de verwerking en het organiseren van de begrafenis na de kerstdagen echt getrokken. Als ik het zo hoor, was het dus eigenlijk juist een hele intense beleving met de familie dus eigenlijk die dagen. Ja, ik werd heel erg opgevangen. Ik merkte echt, toen wist ik pas echt wie er echt voor me klaar stond. Omdat ik gewoon ik heb zoveel lieve berichten van iedereen gehad. Ik had een foto geplaatst met mijn vader op mijn Instagram pagina. Niet omdat ik aandacht wilde of zo, maar meer omdat ik dan niet de hele tijd het verhaal aan iemand hoefde uit te leggen. En ik heb echt honderden reacties gehad en ik vond dat allemaal zo lief. En ik voelde echt met de warmte van mensen om me heen. En daar was ik heel, heel blij mee, dat ik die mensen om me heen had. Ter afsluiting, vertel je mooiste herinnering met je vader. Oh, oké. Okay. Oh, wow. De mooiste herinnering met mijn vader. Weet ik nog wel. Toen had ik 3 dagen had ik vrij. Studiedagen waren dat. En toen zei ik, hey pap, zullen we naar de Efteling gaan? En toen zijn we naar de Efteling gegaan. En toen zijn we door overal zijn we ingegaan. Het sprookjesbossen zijn we doorheen gelopen. Alle kleine kinderdingen hebben we gedaan. En toen, ja, het voelde gewoon zo fijn met z'n tweeën. Ja, dat. Klinkt als heel iets moois. Pauline over 2 jaar. Ben je klaar met school, denk ik? Wat gaat Pauline doen? Of ik ga nog mijn VWO doen naar mijn HAVO, maar dat weet ik niet zeker. Of ik ga lekker een tussenjaar nemen, erop uit, reizen. En dan mijn HBO beginnen, hopelijk. En Pauline bij Podcat, hoe ziet dat eruit? Ja, hopelijk nog door blijven gaan met Politicat. En kijken wel hoe het loopt. Dankjewel. Wat vond je ervan? Het is een goed gesprek. Ja, ik vond het wel chill dat we even zo'n goed gesprek hadden. Ja, wij zien elkaar vaak, maar we hebben nooit eigenlijk zo'n gesprek. Nee, we zien elkaar vaak en dan is het heel erg bam, bam, bam. Weet je wel, gewoon feiten erop tafel gooien, plannen maken voor nieuwe video's. Ja, script maken, et cetera. Ja. Alleen maar gezeik. We hebben ook best wel op kantoor wel vaak fitties of andere dingen die opgelost moeten worden. Nou, ik heb echt soms het gevoel alsof ik de vredestichter van kantoor aan het worden ben. Ja, en dan moet ik het ook nog eens een keer sussen. Ja, nee, klopt. Ja, we zijn eigenlijk laatst alleen maar bezig met conflicten oplossen. Ja. Dus voor mensen die denken dat het zo leuk is met podcast. Het is conflicten. Het is heel veel conflicten soms, ja. Maar uit conflicten komt vaak ook wel een mooie video en een goed idee. Ja. En daar wil ik mee afsluiten. Bedankt voor het kijken. Laat een duimpje achter als je het leuk vond. Het is totaal wat anders en ik ben heel erg benieuwd of wij moeten doorgaan met dit soort gesprekken. En dit zijn dan toevallig 2 keer achter elkaar bekenden van Podcat, maar ik zou heel graag met jou in gesprek willen. Dus heb jij een verhaal, laat het ons weten. In de beschrijving, DM, alles kan. Wij zijn overal.